hebben weer een lieve kat, hè? Ja. Tenminste, dat denken we, dat het een lieve kat is. Jij denkt het niet? Nou ja, de naam doet anders vermoeden, hè? Vermoeden, ja. Ja. Kijk dan, dat is toch schattig. Het kan ook een leuke donder zijn, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Want we hebben het vandaag over donder, natuurlijk, hè? Ja. Nou, vertel eens, wat is donder voor een kat? Donder is echt een dikke goedzak eigenlijk. Ja. Hij heeft jarenlang gezworven in de Noordoostpolder. En de buurtbewoners hebben hem eten gegeven. Maar dat is waarschijnlijk waardoor hij niet schuw is, niet bang, niet boos. Het is echt, het is echt een knuffel. Ja. En, hij, heeft hij is echt aan het zwerven geweest. Ja. Vandaar dat hij ook bij jullie uitkomt. Vrij logisch, klopt. De Zuiderzee zwerfdieren. Ja, klopt. Ja. Hoe lang zit hij al bij jullie? Maand of 3-4 denk ik inmiddels. Ja. En hij zit apart in een ruimte waar ook wel poezen in hun kooien zitten. Ja. En dat komt eigenlijk vooral omdat hij FIV heeft. Ja, dat is katten zeg maar AIDS, hè? Ja, de poezenvariant van HIV. Ja. En dan is dat op zich niet zo'n probleem. Hij heeft er ook niet heel veel last van. Maar als hij gaat vechten met andere katten, dan zou hij het eventueel over kunnen brengen. Maar is dat op mensen? Is dat stel dat die kat krabt jou, dan dat maakt niet uit. Okay. Het is, de F staat voor feline, dus het is echt katten. Ja. Dus dat is anders dan het HIV-virus wat bij mensen wel is, het human. Ja. Dat, en dan zijn er voor mensen natuurlijk tegenwoordig medicijnen om dat HIV-virus eigenlijk helemaal te laten verdwijnen uit je bloed, zou ik maar zeggen. Bestaat dat ook voor FIV? Ja, voor FIV zijn er ook medicijnen inderdaad. FIV komt in zeg maar 4, soms 5 stadia. En de eerste 3 stadia van die ziekte, daar merk je helemaal niks aan de kat. Nee. Meestal met de overgang van stadia 3 naar 4 merk je iets aan de kat en gaan mensen testen en komen ze erachter. Dan zijn er wel een soort van antibiotica kuren wat het kan remmen inderdaad. Mm-hmm. Maar in die eerste aantal stadia merk je er helemaal niks van. Nee. En wij testen ze meteen op FIV als ze binnenkomen bij ons. Dus wij ontdekken het al heel snel. En soms komt er een kat binnen die al helemaal in het laatste stadium is. Daar hadden we vorig jaar een kat van. Dat is echt wel triest. Ja. Weet je, dan eten ze niet meer. Dan slaan de medicatie slaat niet aan. Dan gaan ze gewoon dood dus. Ja, ja. Ze gaan er uiteindelijk aan dood. Net als mensen aan AIDS. Ja. Weet je, in dat laatste stadium kan je dus ook vergelijken met AIDS. En je moet voorkomen dat je dat laatste stadium ingaat. Net als bij mensen. Ja. Je moet zorgen dat die HIV geen AIDS wordt. Ja, goede verzorging. En Maar wat is het verder voor kat? Want we hebben het nu alleen maar over de negatieve dingen. Hè? Ja. Het hoeft niet negatief te zijn. Nee, maar hoor. Goed, voor mensen kan het natuurlijk wel een drempel zijn om te zeggen van nou. Zeker, toch? Het is voor mensen ook een drempel. Want mensen weten vaak ook niet wat het inhoudt. Nee. Dat vindt. Het is vaak het onbekende wat mensen dan tegenhoudt om zo'n kat te nemen. Ja, klopt. Ja. En we adviseren ook altijd wel om een kat binnen te houden, zodat de kans dat hij gaat vechten niet aanwezig is. Ja. En Donder is gewoon, het is echt een superlief schat. En die zou je heel goed op een appartement kunnen houden. Hij is rustig, hij is kroelerig. Het is echt een lieverd. Maar wat moet je knuffelen. Als baasje, hoe vaak moet je hem dan medicijnen geven? Of? Op het moment helemaal niet. Oh, helemaal niet? Hij heeft helemaal geen medicatie. Ook geen andere aparte voeding of iets dergelijks? Nee. Daar heeft hij al een behandeling voor gehad dan? Nee, niet. Ook want niet. Hij is nog niet in dat stadium waar hij een behandeling voor nodig heeft. En wanneer gaat dat wel gebeuren dan? Of hoeft hij daar niet in te komen? Hoeft niet per se. Nee, hoeft niet per se. Sommige katten komen daar wel in. En dan kan je ze inderdaad een infuus met antibiotica geven. En dan kunnen ze nog heel lang, heel fijn leven. Mm-hmm. Maar wat merk je er dan aan als ze in een ander stadium komen? Dan worden ze een beetje trillerig en ze gaan minder goed eten, ze drogen uit. Oh ja. Ja, dat soort dingen. Oh, ja. En wat kun je dan nog doen in dat stadium? Dan een antibiotica kuur? En uiteindelijk overlijden ze wel. Maar goed, alle katten overlijden. Uiteindelijk wel, ja. Het zou bijzonder zijn, dat is niet gebeurd. Alle levende wezens doen dat, op een gegeven moment. Ja, precies. Ja. Dus, maar na zo'n antibiotica kuur kunnen katten nog heel lang heel fijn leven hebben. Ja. 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 Nou, leuk. Dus, en 7 jaar is hij. Dat is natuurlijk helemaal gecastreerd natuurlijk. Ja. Hij is gechipt. Ja. Prima. En dan woon je op een appartementje of misschien een afgesloten tuin of iets dergelijks. Dat hij niet weg kan. Goed afgesloten tuin waar ook geen andere katten in kunnen. Zou ideaal zijn voor hem.
Ja. Is de lieve kat, zoekt hij op? Komt hij op schoot? Vindt hij dat fijn? Ja, het is echt een schat. Ja, het is echt een lieverd. Waar die daar op die foto ligt, dat is op het aanrecht. Ja. En nou, als je daar aan het werk bent, dan komt hij altijd bij je kroelen en op je handdoeken zitten. En zodra je met eten aankomt, nou, dan weet je niet hoe snel die bij je moet zijn. Ja. Hij slaat het nog net niet uit je handen. Bijna niet. Ja. Dat doen katten wel. Hè? Ja. Hele brutale. Ik heb een hele brutale kat gehad. En dan, als je ook maar enigszins in de buurt kwam, nou, dan nam hij een soort van aanvalspositie. Hij sloeg het je echt uit je handen. Ja. Ja. Maar het is niet goed om katten mensen eten te geven, toch? Nee, absoluut niet. Nee, absoluut je niet, kan ze gewoon beter. Mensen eten ze vaak te zout, de vet. Oh, ja. Gewoon kattenvoer. Ja, daar zitten ook de toevoegingen in die ze nodig hebben. Maar het kan zo lief zijn als je ze een beetje wil verwennen. Ja, natuurlijk. Heb je veel katten zitten nu op dit moment ook nog? Of zeg je van nou, het gaat eigenlijk wel goed? Mensen, nou, want december lijkt me ook een lastige maand. Dat mensen beginnen daar dan niet aan. December is wel een lastige maand, inderdaad, met de feestdagen en zo. We hebben momenteel denk ik tussen de 25 en 30 katten zitten. Oh, is dat veel? Nee. Voor ons, gemiddeld. Voor ons. Draaien jullie je hand niet voor ons? We hebben er soms wel 50. Oh. Ja, er zijn er pas ook weer een heleboel weggegaan. Ja. Toevallig van de week nog 2 FIF-katten met z'n tweeën naar een huis. Ja. Ja, die zaten al best wel lang bij ons. Dus die hebben nu ook fijn een huis. Leuk. Dus, ja. En hoe gaat het met Snorretje? Want die hadden we vorige keer. Dat vonden we zo'n leuke kat. Ja, die heeft een huis. Zeiden, oh, die heeft een huisje gekregen? Ja, samen met Malia en nog een ander katje zijn ze naar een manege. Oh, maar dat doen ze goed werk, hè? Ja, zeker. Ja, muizenvangen. De muizen vangen, ja. Ze zijn nu ook blij. Ja, ze zijn nu nog aan het wennen. Ze zitten binnen in de kantine. Ja. Dus zijn ze aan het acclimatiseren. En dan mogen ze ook weer lekker naar buiten. Ja. Ze zitten in de kantine. Jullie doen goed werk, Stichting Zuiderzeezwerf. Ja, Monique Oosterboer, dank je wel. En tot de volgende keer maar weer. Ja. Laten we hopen ook dat er voor donder snel een nieuw huisje komt. Ja, dat hopen wij ook. Dank je wel.